2 minuten 10 voorsprong voor de 4 man aan de leiding in de 5e etappe. Wat vind je ervan dat papa dadelijk door het dorp kan fietsen? Leuk. Heb je hem al vaker door Roggel zien fietsen? Nee. Gaat hij winnen vandaag? Nee. Dan ga je hem wel aanmoedigen? Ja. Papa er niet gaan? Niet vaak winnen. Papa niet vaak winnen. Moet hij dan harder fietsen? Ja. En fiets je wel eens ooit mee met papa? Nee. Mag je niet achterop de fiets met papa? Nee. Echt niet? Echt niet. Wauw! Hoe is het dat je niet eens met een heel peloton door het dorp kunt? Ja, dat is wel heel erg leuk dat nu vandaag door Roggel komt. Dus we hebben het minst opgetrommeld. En de wielervereniging die wil je ook even komen. Dus ja, wel leuk. Ja. En ik hoor dat Roy binnenkort wil stoppen. Is dit de laatste keer dat er riet? Ja, dat klopt. Het laatste jaar, dat is nu het avondje. En dan gaat er zijn carrière avondje. Dus over een paar maandjes. Ja. Wat gaat er dan nou doen? Hij blijft wel binnen Sunweb werken. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ook in het management en het coachen. Dus dat is wel heel fijn dat er dat kan blijven. Ja. Gaan ze wel eens met nou rondes of blijft ze altijd toe? Nee, we zijn dit jaar met de kinderen in Maastricht geweest en hebben er een weekendje van gemaakt. Hebben ze de start en de finish kunnen kijken. En dan zijn we bij het hotel van papa ook blijven slopen. Dat was wel heel erg leuk. Ook voor de kinderen om het nog een keer zo goed met te maken van dichtbij. Wie beleven de kinderen? Vinden ze dat leuk of beseffen ze het nog niet zo? Ze vinden het eigenlijk niet zo leuk dat pap zoveel weg is. Dus Noek en Lotte zijn wel blij dat er gaat stoppen. Dat er toch wel iets meer toe zal zijn. Wie staat er voor in deze ronde? Ze zijn voor de sprinter willen ze hun werk gaan doen. Hè? Dus het is wel afwachten hoe het vandaag gaat. Of ze er goed uit kunnen komen en een sprint kunnen maken. Ja. Nou, de Bing Bang Tour is net voorbij geweest en jij zit nu weer vol inspiratie om te gaan fietsen. Ja, wij gaan nu daar even met een klein groepje nog anderhalf uur nog even lekker fietsen. Het was natuurlijk wel leuk dat we Roy in door het dorp zo gekomen. En we hebben een paar mannen op het trommels. We hebben gezegd van hé, we gaan eens even kijken. Wie is dat om te fietsen? Wat is daar leuk aan? Ja, dat moest ik weer beleven. Eigenlijk is het nu nog eens fietsen. En ik weet het. Ik vind het altijd wel leuk. Dus ik zou het langs niet weten, maar weet ik net. Ja, dat is wel leuk. Ja, fietsen is eigenlijk de boetensport. Best boeten, best met de elementen bezig. Als je pech hebt, regent het. Soms is het ook groot weer. Maar dan ben je eigenlijk met de elementen bezig. En ook, het is een clubverbandje. Zit. En de sfeer, het team. En dat is het aantrekkelijke. Dat is
Is het nog leuk om alleen te doen of moest het echt als team doen? Nou, af en toe moest ook wel eens alleen gaan, maar anders kent ze die rest van het team niet bij jou. Dus moest ook af en toe alleen gaan. Jij zit met een heleboel man, maar je hebt het opgedeeld in groepen, geloof ik, hè? Daar kan ik alles van vertellen. Ja, we hebben vier groepen. We hebben dan hele snelle jongens, zeg maar. Dat noemen we de Buurs A-groep. Dan hebben ze nog een B-groep en een C-groep. En we hebben nog, ja, dat is de D-groep die gewoon altijd een klein rondje fietsen, maar die gewoon altijd dan, tijdens het rondje een stukje fly met koffie drinken. Dus ja, dat is wel leuk. Ja. Moet gezellig blijven. Moet gezellig blijven, ja. En nu ga je ook weer fietsen. Hoe ga je naartoe? We gaan nu richting Gratum, El, die kantjes zeg maar op. En zo'n Bingbank Tour dat doorkomt, inspireert dat om nog meer te gaan fietsen? Ja, mij niet, maar ik vind het wel zo om te zien. Ja. Fiets gooi je curve zoiets met? Af en toe als het tijd heeft. Ja. Maar als je niet hoeft te fietsen, moet er toe zijn. De toe zijn. Druk nog weer en dan. Goed, ja. Weggekomen. Hoi, Leon. Hoi, ja.